Levenskunst. Daar wil ik het vanmiddag graag met je over hebben. Levenskunst. De kunst van leven. Het lijkt soms zo eenvoudig. En toch, in ons dagelijks leven ontdekken we dat het niet altijd zo eenvoudig is. En toch, in die eenvoud zit de sleutel naar succes en geluk. Daarover wil ik het graag met je hebben vandaag. Over een gelukkig en succesvol leven. Levenskunst. Ik wil het vandaag met je hebben over persoonlijk meesterschap. Er zijn drie belangrijke elementen die bepalend zijn voor jouw persoonlijk meesterschap. Het begint allemaal met gezondheid, je vitaliteit, je energieniveau. Ook belangrijk is de kwaliteit van je communicatievaardigheid. En dan natuurlijk je mindset. Master your mindset. Hoe denk je? Waarom denk je zoals je denkt? En waarom doe je zoals je doet? Daar gaan we het vandaag over hebben. Over jouw persoonlijk meesterschap. We zijn vaak op zoek naar antwoorden in ons leven. We leven in een drukke tijd. En dan zoeken we naar antwoorden op vragen. We zoeken naar zingeving. Waar doe je het allemaal voor? En soms hoor ik die vraag wel eens van: wat is eigenlijk de zin van het bestaan? En ooit stelde ik deze vraag ook aan een van mijn spirituele leraren. En ik zei: Gurudev, what's the meaning of life? En hij zei: that you are very happy. Just be happy. That's the meaning of life. En ik denk dat hij gelijk heeft. De basis van ons bestaan is dat je een leuk leven hebt. Dat je blij bent. Met wie je bent. En met wat je doet. En dan opeens komen er weer die vragen: ja, maar wie ben ik eigenlijk? Wie ben ik? Diep van binnen. En wie ben ik door de jaren heen geworden? Wie ben ik geworden? Omdat ik dacht dat ze wilden dat ik die persoon werd. En door de dagen heen, gedurende je leven, kan het zomaar voorkomen dat je steeds meer van jezelf komt af te staan. En dan zijn er van die momenten dat mensen wel eens zeggen: ik heb het gevoel dat ik mezelf een klein beetje ben kwijtgeraakt. En een aantal jaar geleden had ik ook zo'n moment dat ik mezelf een klein beetje was kwijtgeraakt. Ik was lost. En op dat moment zei ik tegen een van mijn leraren: misschien is het goed als ik een tijdje in India op een berg ga zitten mediteren. Want dan kan ik mezelf terugvinden. En mijn leraar zei, is een wijze man: maar Mike, je bent toch nog nooit in India geweest? Ik zei: nee. Hij zegt: maar dan kun je daar ook helemaal niet zijn kwijtgeraakt. Wijze woorden. En toen zei hij tegen me: het maakt niet uit waar je naartoe gaat. Want overal waar jij zult zijn, neem je jezelf mee. En ook al je problemen en je bagage. En toen zei hij: stap nou maar op die boot van je. Dat lijkt me beter. En ga maar eens een paar jaar zeilen. Ga maar een paar jaar op zoek naar jouw eigen waarheid. En dat is wat ik gedaan heb. En ik zal jullie vanmiddag een stuk uit mijn leven vertellen. Ik wil je graag laten meedelen in de kennis en de wijsheid die tot me is gekomen in de laatste jaren. Wat verwacht je mee naar huis te nemen straks als je naar huis gaat? Denk daarover na. Wat wil je mee naar huis nemen vanmiddag als je naar huis gaat? Wat neem je mee? Eén ding hoop ik, vanuit het diepste van mijn hart. Dat de vragen die ik je stel, dat je die naar huis meeneemt. En dat je daarover gaat nadenken, echt nadenken. En dat je dan tot nieuwe inzichten gaat komen. Ik hoop dat ik je die boodschap mag meegeven. De belangrijkste boodschap van vandaag is: leef je mooiste leven. Leef je mooiste leven. En dan gaan we vragen stellen zoals: wat wil je echt? Een van de belangrijkste vragen vanmiddag is: wat wil je echt? We leven toch in een tijd dat iedereen het gevoel heeft dat het allemaal veel te snel gaat, dat het veel te druk is, dat je van alles moet. Is dat zo? Van wie moet je dan van alles? Ja, maar ik moet toch? Laat ik dan een vraag stellen. Gewoon een eerlijke vraag. En ik hou van eenvoud.
Wat is de reden dat je opstaat? Waarom sta je op elke dag? En de vragen lijken zo eenvoudig. Maar wat is dan het antwoord? Waarom sta je op? Denk je daar wel eens over na? Als de wekker gaat? Ja. Als ik daar nou zo over nadenk, waarom sta ik eigenlijk op? En zo kom je erachter dat alles in het leven het resultaat is van je eigen keuze. Connecting the dots noem ik dat. Denk nou niet dat het leven vandaag de dag, dat dat je zomaar is overkomen. Of heb je dat gevoel? Heb je het gevoel dat je er niks aan kon doen, hoe je leven op dit moment verloopt? En natuurlijk, soms zijn er omstandigheden. Soms zijn er extreme omstandigheden. Soms hebben we te maken met ziekte. Met beperkingen. Maar meestal is het allemaal het gevolg van de keuzes die je hebt gemaakt. En elke keuze die je maakt bepaalt de koers van je leven. En ik krijg tientallen, honderden, duizenden mailtjes elke week met vragen. Van de week was er een mevrouw die zei: ja, ik heb het zo druk. Ik heb zoveel te doen. Maar ja, dat is ook logisch. Want ik heb een eigen bedrijf en 4 kinderen en een man. En ik moet het huishouden doen en mijn personeel en mijn bedrijf. En ik zeg: rustig. Ik zeg: maar dit is toch het gevolg van je eigen keuze? Jij hebt toch voor die 4 kinderen gekozen? Jij wilde toch een bedrijf? En dan moet je heel realistisch zijn. Je hebt 24 uur, net zoals ik, net zoals jij, net zoals wij allemaal. En waar het om gaat, is hoe jij omgaat met die tijd. En dat is een van de vragen voor vandaag. Hoe ga je om met je tijd? Andere vraag. En dit is misschien wel de vraag der vragen. Wat wil je echt? Toen ik wat jonger was, ik ben 48 op dit moment, 35 jaar geleden, ik was 13 jaar, ik wilde heel graag bij de radio werken. Dat was mijn allergrootste droom en mijn passie. Ik had mazzel, ik had geluk, als je het zo zou willen zeggen. Ik had geluk. Ik had geluk dat ik vroeg wist wat ik leuk vond. Ik wilde bij de radio. Ik heb nooit gedacht, ik wil beroemd worden. Of ik wil voor tienduizenden mensen optreden. Maar dit was wel het resultaat van doen. Ik ging bij 538 werken en later in 1995 begonnen wij met de Music Factory. En dit waren de TMF Awards in Ahoy. Een meer dan uitverkocht Ahoy in 1998. Legendarisch moment, volgens mij staat het in Dans in de Hemel, toen ik Janet Jackson een award mocht geven. En dat Herman Brood, die naast mij stond, haar 3 zoenen gaf. En ik dacht van, waarom ik nou niet? Weet je, die kans komt voorbij, maar ja, de kans is weg voordat je het door hebt. En Janet liep van het podium af en daar stond ik. En dit is vaak wat er gebeurt. We maken ons zo onzichtbaar, om welke reden dan ook. Maar een van de belangrijke boodschappen van vandaag is: ga in je eigen licht staan. Leef vanuit liefde, leef vanuit je eigen licht. Straal. Zorg dat je gezien wordt. Je mag gezien worden. Daarom ben je hier. En wat is je eigen boodschap? Wat is jouw boodschap? Want als je teruggaat naar die vraag, wat is dan de zin van je bestaan? Waar doe je het allemaal voor? Wat is je boodschap? Wat wil jij meegeven aan jezelf? Aan de mensen om je heen, van wie je houdt? Aan je kinderen? Wat wil je meegeven? Mijn vraag aan jou is: wat heb je gedaan met je tijd? Wat heb je gedaan met je tijd? Want als je altijd denkt dat je tijd te weinig hebt, wat zou je dan doen als je meer tijd zou hebben? Stel je voor dat je 900 wordt. 900. Ik hoor nu mensen denken: met hem? Maar stel je eens voor dat je tijd genoeg hebt. Wat zou je dan doen? Zou het dan anders zijn? Zou je dan anders met je tijd omgaan? Hoe zou je zinvoller met je tijd kunnen omgaan? En ik zeg dit omdat ik een tijdje geleden een schoolmaatje tegenkwam. 30, 35, 40 jaar geleden zaten we met elkaar op school. Middelbare school, ja, 35 jaar geleden. En hij was intelligent. Weet je, hij was de jongen in de klas waarvan iedereen zei: hij is Einstein. 9's en 10's op zijn rapport.
En met veel pijn en moeite en hard werken haalde ik wel eens een 5 en een 6. Ik was niet zo'n briljante leerling. Hij was zo goed. En ik kom hem tegen, niet zo lang geleden. En ik denk, jij bent toch Kees? Ja, zegt hij, ik ben Kees. Zaten wij niet bij elkaar in de klas? Ja, zegt hij. Oh, nou zie ik het. Ja, goh, ik heb je wel gehoord op de radio en bij tv en wat je nu allemaal doet. Mooi hoor, en boeken schrijven. Ik zeg, en Kees, maar jij dan? Ik zeg, heb je je eigen tankstation? Nou, zegt hij, nee, het is iets anders gelopen. Nee, ik heb heel veel verkeerde keuzes gemaakt in mijn leven. Ja, het begon al met het verkeerde vakkenpakket, de verkeerde school. Daarna de verkeerde vriendin. Nou, dat werd mijn verkeerde vrouw, daardoor kreeg ik verkeerde kinderen. Het zijn Kees' woorden, hè? Ik speel nu Kees. Ik zeg maar, Kees, wat ga je doen met de rest van je leven? Ja, en daar denkt Kees al een tijdje over na. Dus wat heb je gedaan met je tijd, is een belangrijke vraag voor jezelf. Sta in het middelpunt van je eigen leven. Als je staat in het middelpunt van je eigen leven, ben je altijd in balans. Als je zegt van, nou weet je, ik ga wel een beetje aan de zijkant staan. Of buiten mijn eigen leven, ik zet mezelf buitenspel. Dan ben je een van die 1 miljoen mensen in Nederland die aanspraak mag maken op pilletjes om blij te worden. Op pilletjes om niet meer zo depressief te zijn. En als je te lang uit je eigen cirkel verdwijnt, dan kom je in een burn-out situatie terecht. Dan mag je naar een psycholoog of naar een psychiater. En als het helemaal verkeerd gaat, dan sluiten ze je op. En dat is niet wat je wil. Dus, wat heb je gedaan met je tijd? Een vraag waar je serieus over na moet denken. Kijk eens terug, afgelopen jaar, 2017. Wat heb ik nou echt gedaan met mijn tijd? Waaraan heb ik tijd besteed wat ik niet had hoeven doen? Cindy en ik doen dit wekelijks. Wat hebben we afgelopen week gedaan met onze tijd? Wat hadden we moeten doen? Wat hebben we bereikt? Wat is het resultaat? Dus niet alleen de intentie, maar wat heb je ook echt daadwerkelijk behaald? Wat heb je gedaan? Afstrepen. En wat wilde je nog doen? Wat heb je niet gedaan? Hoe komt dat? Waarom waren er dingen die je wilde doen die je niet hebt gedaan? Stel dat je leven een boek is. Stel dus dat je leven een boek is. Stel het je voor. Jouw leven is een boek. En jij bent de schrijver van dat verhaal. Elke dag krijg je een lege, witte pagina in je eigen levensboek. En jij mag schrijven. Het is helemaal aan jou. Pak die pen op en begin je eigen script te schrijven. Je bent de schrijver en je bent de hoofdpersoon in het verhaal. Stel je voor dat je leven een boek is. En jij bent de schrijver van het verhaal. Hoe wil je dat het verhaal verloopt? Design your own life. Een mooie gedachte om over na te denken. Waarom doen wij wat we doen? En dan praat ik over Cindy en ik. Dit is onze missie. Join the movement for a healthy, wealthy, happy life. Dat is feitelijk waarom we hier met elkaar bij elkaar zijn. Dit is toch wat je wil, dit is wat iedereen wil. Een leuk leven, gezond zijn. Heb je niet altijd in de hand? Ah, je kunt er best wel je eigen steentje aan bijdragen natuurlijk. Je kunt bewust gezond leven. A wealthy life. Dat betekent niet dat je allemaal multimiljonair moet zijn, maar wel dat je een comfortabel leven hebt. Als je leeft om alleen maar aan het einde van de maand de rekeningen te kunnen betalen, noem ik dat overleven. Heeft niks met leven te maken. Dus mocht je in zo'n situatie verkeren, dat je zegt van nou, ik ben allang blij dat ik aan het eind van de maand alle rekeningen kan betalen, dan zit je in de overlevingsstand. Dat heeft niets met leven te maken. Dan moet je iets veranderen. Het gaat erom dat je comfortabel kunt leven. Dat er aan het einde van de maand wat geld over is, dat je leuke dingen kan doen. En het is zo mooi als je met het geld wat je met elkaar verdient een stukje kan bijdragen aan de kwaliteit van leven van andere mensen. En daarom is geld soms ook heel nuttig. En uiteindelijk wil je een gelukkig leven. Toch, we willen allemaal een gelukkig leven. Geluk zit echt in de eenvoud en die kleine dingetjes. Dus join the movement for a healthy, wealthy, happy world. En daarom zijn wij blij. Oprecht blij dat je er bent vandaag. Want je behoort tot een select klein groepje mensen dat hier bewust mee bezig is. Dat bewust bezig is met zichzelf. Om de beste versie van zichzelf te worden. Om te willen leren. Want dat is het leven. Leven is groeien. Als je niet meer groeit, sterf je af. Leven is synoniem
voor groei. En zolang je groeit, zolang je jezelf als mens ontwikkelt, ga je vooruit. Leer je dingen. En het resultaat van die groei is geluk. Geluk is het resultaat van de ontwikkeling die wij doormaken. Dus zolang je bezig bent met groeien, jezelf laten groeien als mens, merk je dat je gelukkig wordt. Je zult ook ontdekken dat mensen die vastgeroest zijn in hun eigen gedachten, in hun conditionering, in ooit lang geleden, in allerlei vooroordelen, mensen die zichzelf niet meer ontwikkelen, dat die mensen doodongelukkig worden. Dat zijn die mensen die terechtkomen bij de dokter, die allemaal pilletjes meekrijgen. Die uiteindelijk in een burn-out terechtkomen. Waarom? Omdat ze zijn vastgeroest. Want zolang je groeit, kijk maar naar de natuur. Zolang je groeit kun je niet afsterven. Het is het een of het ander. De paradox van het leven. Je groeit of je sterft af. En zo word je geboren. Zo is er het leven. Het grootste geschenk dat we hebben gekregen. Waarmee je kunt doen wat je wilt. Tot die laatste dag komt. En dan is de vraag. Wat heb je gedaan met je tijd? Wat heb je gedaan met je tijd? Wat wil je echt? En ik weet niet of je het hoort, maar de tijd tikt. Je toekomst wordt elke dag korter. Dit leven heeft een deadline. En die deadline komt elke dag dichterbij. En op sommige dagen dichterbij dan je zou willen. Afgelopen zomer waren we met een goede vriend op Ibiza. We hadden een reunie van vrienden die ik was tegengekomen in de afgelopen jaren toen ik in Barcelona woonde. En het was leuk om elkaar weer te zien. En we spraken af op Ibiza. En een van onze teammembers, Roel, onze buurman inmiddels op Ibiza, die zei van, we gaan met elkaar leuke dingen doen, een paar dagen. En we hebben het gedaan. En een van onze vrienden is Richard. En Richard is ook 48 jaar. En Richard is iemand die altijd in het middelpunt van het leven staat. En Richard zat een paar jaar geleden bij ons aan boord. Cindy en ik waren bezig met het opzetten van ons eerste online programma. En toen zei Richard, oh, een soort design your own life. Ik zeg, ja, dat is het. Dat is het. Wat wij doen is eigenlijk een soort cursus om je eigen leven in te vullen zoals jij dat wilt. Design your own life. En vanaf dat moment hebben we die cursus zo genoemd. Design your own life. En Richard designde zijn eigen leven met vallen en opstaan, met vele tegenslagen. En ook voor hem tikte de tijd. En 2 maanden geleden vloog hij met een vliegtuigje tegen een berg aan op Mallorca. En het laatste appje dat hij me stuurde: you've got a pilot friend. En 2 maanden geleden belt Roel me op en zegt, ik heb slecht nieuws. Uit Mallorca. De tijd voor Richard is voorbij. En we staan er te weinig bij stil. Dat het leven soms zo misschien onrechtvaardig is. Maar de tijd tikt. En als je je daar iets meer bewust van bent, dan ga je de waarde van ieder moment meer inzien. En dan ga je zinvoller en bewuster om met de tijd die je is gegeven. En dat is wat je moet doen. Gandalf de grote tovenaar uit The Lord of the Rings zei, het enige wat je hoeft te doen is beslissen wat je doet met de tijd die je is gegeven. Een van de allermooiste uitspraken die ik ooit heb gehoord. Het enige wat je hoeft te doen is beslissen wat je doet met de tijd die je is gegeven. Wat heb je nodig? Eigenwaarde, zelfvertrouwen, innerlijke kracht, geloof in jezelf. Want het geloof in jezelf is de grootste kracht die je hebt. Sta je in dat middelpunt van je eigen leven? Er zijn 3 belangrijke pijlers. Je energieniveau, je communicatievaardigheid en je mindset. Als je dit beheerst, als je dit controleert en je kunt hier goed mee omgaan, zul je ontdekken dat de kwaliteit van je leven significant toeneemt. We beginnen met energieniveau. Waarom is energieniveau zo van belang? Waarom is energieniveau zo belangrijk? Stel jezelf voor als je mobiel. Je telefoon, waarmee je kunt bellen. WhatsAppen. Internetten. Als je een vraag hebt, kun je googlen. En Google heeft bijna het antwoord op elke vraag.
Je kunt foto's maken, mooie momenten vastleggen van je pasgevonden vriendin. Of je nieuwe vriendje. Van je kleinkinderen. Je kunt foto's naar elkaar versturen, filmpjes maken. En gelukkig hebben we soms de foto's nog, denk je dan achteraf. Maar wat nou als die batterij op is? Wat nou als je mobiel bijna leeg is? Hoe erg worden wij niet geleefd inmiddels door die telefoon? Maar goed, het ging over energieniveau. Dus de batterij van je telefoon is leeg. En wat heb je dan nog aan je telefoon? Helemaal niets. Oké, terug naar jezelf. Wat gebeurt er als je eigen batterij opraakt? Als je leeg bent, wat gebeurt er met je? Wat gebeurt er? Ben je moe of ben je opgewekt? Moe. Heb je zin in de dag of denk je... Als je nu denkt van, ja, dat is herkenbaar. Er zitten toch geen mensen in de zaal die op vrijdagmiddag al denken... bijna maandag. Nee, toch? Nee, want dat soort mensen komen hier niet. Energieniveau. Het is zo belangrijk. Het is de basis van alles. Je gezondheid, hè, want daar praten we eigenlijk over. Je gezondheid, je vitaliteit en daaraan gekoppeld je energieniveau. Als je namelijk heel erg ziek bent, kun je niet echt een hoog energieniveau hebben. Want je lichaam trekt al die energie eruit vanwege die ziekte. Vanwege die stoornis in je systeem. En dat kan een lichamelijke of een mentale stoornis zijn. Wat kost ons het meeste energie? Stress. Oké, stress is een goeie. Wie biedt nog meer? Stress. Stress kost energie. Dingen die je niet leuk vindt om te doen. Angst. Heel goed. Carolien van den Kamp en Ronkebald waren er vanaf dag 1 bij dat ik begon met wat ik nu doe. En ze volgden al mijn online programma's. Ze zijn bij alle live events geweest. En ze zijn van daar naar daar gegaan. Ze zijn hun mooiste leven gaan leven. En vorig jaar, toen ik Master Your Mindset presenteerde in een groot theater in Aalsmeer, kwam Ronkebald op het podium en hij vertelde me over zijn angsten waar hij bang voor was. Hij had ook angst en faalangst. En we begonnen te praten op het podium. En na een paar minuten, toen bleek ineens dat hij eigenlijk niet wist waar hij bang voor was. Hij was bang voor iets uit het verleden. Maar dat verleden is al lang voorbij. En in een paar minuten werd hem duidelijk dat hij jarenlang al bang was voor iets waar hij niet meer bang voor kon zijn, want het was er niet meer. Bang voor een illusie uit het verleden. En dit is wat we vaak hebben. We zijn bang voor iets uit het verleden. Maar vaak is dat verleden al zo ver weg dat je er nu niet meer bang voor hoeft te zijn. Maar goed, we hadden het over energieniveau. Waardoor verliezen we onze energie? Stress, angst, dingen doen die je niet leuk vindt. Nog meer? Negativiteit. Negatieve mensen om je heen. Negatieve mensen om je heen is vreselijk vervelend. Het zuigt de energie uit je. Stel je voor dat je iets doet wat je niet leuk vindt. Waar je stress van krijgt. Je bent bang dat het nooit beter wordt en je hebt negatieve mensen om je heen. Kan het nog slechter? Ja, het kan nog slechter. Je bent ziek, maar daar kun je misschien niks aan doen. Maar al die andere dingen kan je wat aan doen. Waarom zou je negatieve mensen om je heen verzamelen? Als je weet dat je het gemiddelde wordt van de 7 mensen met wie je het meest omgaat. Als je dat weet. Als je het niet weet, ik heb het je nu verteld. Je wordt het gemiddelde van de 7 mensen met wie je het meest omgaat. Je wordt het gemiddelde van je vrienden. Als ik kijk naar de mensen met wie je omgaat, kan ik de rest van je leven voorspellen. Dit kost energie. Wat kost nog meer energie? Negatieve gedachten. Negatief denken. Dat leidt tot angst en tot stress. Dat is slopend voor je. Negatieve energie. Negatief denken. Wat kun je eraan doen om dat energieniveau te verhogen? Wij leven gelukkig in een tijd waarin de laatste tijd wel merkt dat mensen steeds gezonder gaan leven. Ik merk vaak de mensen die naar mij toekomen, dat zijn mensen zoals jij en ik, die bewust leven, die gezond leven. Die regelmatig sporten, bewegen, veel water drinken, want water drinken, dat helpt ook heel goed. Energieverhogend.
Waarom is een laag energieniveau gevaarlijk? Ik heb hem al gehoord. Want wat gebeurt er namelijk als je laag in je energie zit? Dan ben je heel ontvankelijk voor angst. Dan sta je open voor angst. En feitelijk zeg je, kom maar, angst, kom maar, maak me maar bang. Kom maar, goed slachtoffer. Dat is wat je doet. Mensen die heel erg bang zijn over van alles en nog wat, heel vaak twijfelen, heel erg onzeker zijn, hebben een laag energieniveau. Als je laag in je energie zit, ben je vatbaar. Ook om ziek te worden. Maar ook geestelijk ziek. Angst is een geestelijke ziekte. Twijfel, onzekerheid. Als jij krachtig bent, denk maar eens terug. Momenten dat je krachtig was, dat je er echt in stond, dat je zei, kom maar op, kom maar. Hè? Ik ben niet bang. Ik twijfel bijna nooit. Heb ik jarenlang gedaan, stond ik ook niet goed in mijn eigen kracht. Had ik een laag energieniveau. Dat is veranderd. Ik ga je vanmiddag uitleggen wat er veranderd is. Als je in die energie van jezelf staat en je bent krachtig, dan kun je de wereld aan. Dan ben je niet bang. Dan heb je veel zelfvertrouwen. Heb je een hoge eigenwaarde. En dit is de basis. Hoog energieniveau. Stap nummer 1. Waar wil je zijn? Waar sta je nu? En wat houd je tegen? Dat zijn drie essentiële vragen voor vanmiddag. Je mag foto's maken, dat mag overigens de hele middag. Je mag ze ook posten op social. Dit zijn drie essentiële vragen waar je voor jezelf goed over na moet denken. Ook dit is de basis van wat we doen vandaag. Waar wil je zijn is een doel. En je kunt vele doelen hebben. Ik zeg altijd, je kunt maar 3-4 grote doelen hebben. Maar verder help je elke dag doelen. Een doel is bijvoorbeeld, ik eet gezond. Oké, dan maak je een schemaatje. Wat eet je dan? Niet alleen woorden. Executie, uitvoering van wat je zegt. Waar wil je zijn is een doel. Voor mij was het een doel om op een boot te wonen, jarenlang op een zee te kunnen rondzeilen, mooie plekken te vinden, te ontdekken. Mijn doel was zeilen op een boot wonen. Heel duidelijk, concreet heb ik opgeschreven, kon ik visualiseren. Laat ik je straks zien. Dan is het waar sta je nu? En vervolgens wat houd je tegen? Als je deze drie vragen toepast, elke keer dat je tegen iets aanloopt, ga je de oplossing vinden. Een voorbeeld. Waar wil je zijn? Ik zou graag, zegt iemand tegen me vanmiddag, ik zou wel graag de Kilimanjaro willen beklimmen. Ik zeg, nou, moet je weer naar Wim Hof gaan, die doet dat. In een korte broek ga je dan bij min 10, min 20, ga je die berg op. Daar ergens in Afrika. Ik meen 5000, 5600 meter hoog, zoiets. Dat is hoog, hè? Hoog. Kilimanjaro beklimmen is mijn doel. Nou, denken we dan, Is het een probleem om die Kilimanjaro te beklimmen, om de top te bereiken? Is dat een probleem? Is dat moeilijk? Ja? Ik hoor iemand ja zeggen. Okay. Waarom is het moeilijk? Ik ga je uitleggen dat het niet moeilijk is. Ik vind geen enkel probleem. Als jij 100 meter verwijderd bent van die top, is het niet meer zo'n probleem. Er is een hele hoge berg, ruim 5 kilometer hoog. Als je nog maar 100 meter te gaan hebt, waar sta je nu? Nou, bijna op de top. Nou dan loop je daar even in je korte broek naar boven en je zegt, yes, ik heb het bereikt. Ik sta op de top van de mountain. Success mountain. Ik sta op de top. Maar ja, ik was er al bijna. Dat is anders dan dat je zegt, oh, dat is een hoge berg. Want als jij nog beneden staat, op ground level, en je moet 5000 meter de lucht in, een berg beklimmen, dan is dat een zware tocht. En dit is dus essentieel, waar sta je? En het is vaak al heel moeilijk om te bedenken wat je echt wilt. Wat concreet je doel is, wat je echt wilt. Voor mij was het schrijven van een boek was een duidelijk doel. Het schrijven van Dans in de Hemel, van een roman, was een duidelijk doel. Ik zei niet, ja, ik zou ook wel wat willen schrijven. Het is geen doel. Ik zou ook wel gelukkig willen zijn, is geen doel. Ik zou ook wel op Ibiza willen wonen. Nou, doe dat dan. Wat houd je tegen? Ja. Zo moet je gaan denken. Bij alles wat in je eigen leven speelt. We hebben allemaal onze eigen timeline. Wat is voor jou belangrijk? Wat wil jij? Wat wil je echt? Waar doe je het allemaal voor? Dus waar wil je zijn is een doel. Waar sta je nu? Heel erg belangrijk. Want als je niet weet waar je staat, hoe weet je dan waar je naartoe moet? Je rijdt bij Veenendaal, rij je naar binnen. Daar staat zo'n bord. Veenendaal, platte grond. Je weet niet waar je naartoe moet. Je hebt nog zo'n auto zonder navigatiesysteem. Je stapt uit. Je staat bij dat bord en je denkt, de basiliek Wiltonstraat is te vinden. Waarom is dat te vinden? Je weet waar je naartoe moet. Je doel is duidelijk en concreet. Basiliek, weet je. Hoe weet je hoe je daar moet komen? Wat heb je nog meer nodig?
Waar sta je nu? En daarom staat er zo'n grote stip. Hier bevindt u zich. Hier ben je nu. Want als je niet weet waar je bent, weet je daar wel waar je naartoe moet. Maar hoe dan? Je weet niet welke weg je moet nemen. Dat is een beetje dat je de weg gaat vragen. Draai je raampje open. Ja, kunt u mij de weg vertellen? Waar naartoe? Ja, ergens. Oh, nee, dat weet ik niet. Snap je? Dus als je niet duidelijk weet, als je het niet gedefinieerd hebt waar je naartoe wilt, en je weet niet waar je staat, dan ben je in paniek. En dan kom je bij de derde vraag, wat houdt je tegen? En als je erachter komt dat niets jou tegenhoudt, dan gaat er een wereld voor je open. Als ik het online programma doe, vooral met de tweedaagse, met Maximum Potential, dan krijgen mensen altijd vragenlijsten. Zulke boekwerken moet je allemaal invullen, vragen over jezelf. En dan zeg ik, wat houdt je tegen? En zo vaak zeggen mensen dan helemaal niets. Niets houdt mij tegen. Maar ik doe dit vaker. Ik werk met duizenden mensen. Je hoeft mij niet voor de gek te houden. Als niets je tegenhoudt, waarom zit je dan daar en sta ik hier? Waarom doe je dan niet wat je wel zou willen doen? Waarom besteed je zoveel tijd aan die dingen die je niet leuk vindt? Waarom? Als niets je tegenhoudt om je doel te bereiken, waarom heb je het niet bereikt? Er zijn talloze dingen die je tegenhouden. Alleen misschien heb je het zelf nog niet door. Onderzoek dat. Wat houdt je tegen? Want tussen waar je wilt zijn en waar je bent, staat blijkbaar iets dat je tegenhoudt. En dat kan tijd zijn. Of iemand. Of een gebrek aan kennis of vaardigheden. Dat kan. Dus het is belangrijk om te weten waar je staat. Maximum Potential is een geweldig event. Mijn favoriet. 2 dagen lang. Ik hoor nu mensen denken, 2 dagen naar die gozer luisteren? 24 uur. Van 10:00 tot 11:00. Dat zijn lange dagen. Maar in die 2 dagen, ik noem het een life-changing event. In die 2 dagen ben je in staat om je leven absoluut te veranderen. Daarna moet je er natuurlijk wel mee doorgaan. Want als jij een weekend naar de sportschool gaat, moet je niet denken dat daarna je lichaam eruit ziet zoals dat van mij. Diederik en Sjoerd, die elke dag trainen, die rekening houden met hun voeding, die hun levenswijze aanpassen om er zo mooi uit te zien, dat is niet het resultaat van af en toe naar de sportschool gaan. Ook niet het resultaat van, ik koop al die cursussen en ik koop al die boeken en ik ga wel eens naar zo'n webinar, seminar, maar ik doe er niks mee. Nee, jij moet het doen. Jij bent de enige die je leven kan veranderen. En ik weet dat het kan. En dit is onze missie. For a healthy, wealthy, happy world. Daarom bieden we het aan voor relatief weinig geld. En natuurlijk, dit moet ook allemaal betaald worden. Maar we doen het graag omdat we verbinding en verbondenheid met elkaar willen delen. Want als je zo bij elkaar zit en 2 dagen lang gaan we dieper, echt de diepte in op al dit soort onderwerpen, gaan er dingen gebeuren die je nu nog niet kunt begrijpen. Als je er meer over wilt weten, ga naar de website. Dan kun je de reacties zien van mensen die hebben meegedaan. Ik heb een aantal mensen gezien die in oktober erbij waren. Het is echt life-changing. Levenskunst, daar gaat het over vandaag. Levenskunst, de kunst van leven om een zo leuk mogelijk leven voor jezelf te creëren. Een succesvol en gelukkig leven. En als we dan weten wat we willen, dan denk je vaak, ja, maar dat is toch niet mogelijk voor mij. En dat doet me terugdenken aan jaren geleden. Ik was 15 jaar. En ik hoorde een liedje. Een liedje met een piano. Ik kende het niet, maar het raakte me. Het was zo mooi. En later kwam ik erachter dat het een liedje was van Beethoven. En ik hoorde die muziek. En die muziek die nam mij mee naar een andere wereld. Ik werd één met die muziek. En ik had pianoles in die tijd en ik wilde dit liedje zo graag leren. En ik ging naar mijn pianolerares. En ik zei, kunt u mij dit liedje leren? Ja, zei ze, dat is niet zo'n probleem. Maar het is wel een heel erg moeilijk muziekstuk. Het is moeilijk en lang. En ze kende mij een beetje. Ze dacht, ja, hij wil natuurlijk direct weer bij het einde beginnen en moet aan het einde van de dag allemaal geregeld zijn. Maar je kunt niet alles wat je wilt zomaar in 1 keer krijgen. Daar is opoffering voor nodig. Oefening, vooral heel veel oefening. Het begint met geloof. Het geloof dat je het kunt. Daarna de training. Dat je elke dag gaat oefenen. En ze zei tegen me, als je dit hele moeilijke stuk wilt leren spelen, begin dan met hele kleine nootjes. De eerste 4 nootjes. En daarna de eerste maat.
Alleen maar die eerste maat. Blijven oefenen. Totdat je die eerste maat kent. En ik dacht, ja, ik wil net als Benjamin gewoon lekker dat hele liedje in één keer achter elkaar kunnen spelen. En na die eerste week kwam ik terug en ze zei, heb je geoefend? Alleen de eerste maat? Ja, ja. En ik moest het spelen en ze zei, het is niet goed. Ga maar terug naar huis. En opnieuw. Net zolang totdat je de eerste maat volledig beheerst. Het duurde weken. Het duurde maanden. Voordat ik uiteindelijk dit hele muziekstuk uit mijn hoofd kon spelen. En de moraal van dit verhaal is dat je verlangen kunt hebben. Je wilt iets heel graag. Maar wat heb je ervoor over? Want als je iets echt wilt, dan heb je er ook heel veel voor over. Tijd en aandacht. Studeren, oefenen. Dag in, dag uit. Totdat er een dag komt dat je gaat zitten en je vingers dansen over de toetsen en de muziek klinkt. Oefening. Oefening is een belangrijk woord om op te schrijven. Oefening. Als je iets heel graag wilt, dan lukt dat ook. Heel graag wilt, dan lukt dat ook. Gerda zit op de eerste rij. Hè? Wil je heel even boven komen? Gerda was 1 jaar geleden bij me. Ik wist het niet, maar ze was er. Volgens mij was het 5 november. Ja, klopt. Je kwam bij mij en vertel jouw eigen verhaal maar even. Ik kwam op 5 november bij Michael's boekpresentatie. En ik woog toen iets meer dan nu. Ik woog toen 120 kilo. 120 kilo. En nu? Vanmorgen was het 72. Wauw. Ja. Dat is ongeveer 50 kilo in 1 jaar. Dat kan. Dus het kan. Dit is het bewijs. Ja, gaat niet zomaar. Je moet dat willen. Je moet het zelf willen. Je moet het niet doen omdat een ander vindt dat je dat moet doen. Want dat vinden ze allemaal. Maar zolang jij dat niet echt vindt, gaat het je niet lukken. Het kan alleen als je echt zegt, ik wil dit. Michael stuurde ons weg met kies ergens voor, doe iets. Begin nu aan iets, verander iets. En voor mij was dat, het enige wat ik kan veranderen, dat ben ik zelf. En dus moest er gewoon gewicht af. Want dat was het enige waar ik echt invloed op had, om te kunnen veranderen. Naarmate, ik heb een paar mensen wel verteld, van nou, ik ga afvallen. En iedereen van, oh, hartstikke goed, moet je doen, moet je doen. Valt 15 kilo af en dan zeggen de mensen, nou, het is nou wel genoeg hoor, want meid, hartstikke goed van je. Alleen, ik had nog steeds overgewicht, ik was nog steeds obese. Dus het is niet genoeg voor mij. Dus ik ging door. Mensen die zeiden bij 15 kilo, stop maar, die vonden mij niet zo leuk meer. Want ik had geen tijd, want mijn prioriteit was ik en niet hun. Dus normaal was het altijd, was wat vroeger, wil je doen, wil je dit doen? En altijd ja, ja, ja. Nu even niet, want nu was ik aan de beurt. Ik ben heel veel mensen kwijtgeraakt daardoor. Hun beslissing geweest om uit mijn leven te stappen. Is prima, helemaal niet erg. Uiteindelijk ben ik nu op het punt dat ik in principe wel goed ben zo. Alleen wil ik nog wel een klein beetje voor mezelf. En nu komen de mensen die mij uit die tijd kennen en die zeggen van, nou, je bent wel heel mager nu hoor. En je bent ook niet meer zo gezellig. Nee, helemaal niet gezellig ben ik. Nee. Behalve mensen die mij nu leren kennen. Die vinden mij wel oké. Die snappen ook dat ik nog ietsje wil afvallen. Mensen uit die tijd zeggen, doe maar niet. Het is niet goed voor je. Want je bent al zoveel afgevallen. En het gaat er niet om hoeveel ik afgevallen ben. Het gaat erom hoe ik me voel. En ik voel me nog niet op een 10. Ik zit nu op een 8,5. En ik wil naar die 10. Ik heb verleden jaar, of dit jaar heb ik de Dam tot Dam gelopen. Met het idee dat ik 5 kilometer wilde lopen ooit. Dat zijn er 16 en een beetje geworden. En wat ik dacht bij de finish was dat ik op zijn minst de plekken dood neer zou vallen. En eenmaal over de finish in de auto terug naar huis, zei ik tegen mijn man, ja, maar als ik 16 kan, dan kan ik er ook 21. Dus dat is mijn doel voor het aankomende jaar, waar ik nu voor aan het trainen ben, dat ik dan een halve marathon ga lopen. De hele marathon gaat niet gebeuren. Dat zijn heel veel kilometers. Dus dat gaan we niet doen. Maar wel, die halve gaat er in 2018 wel komen. Dus dat wordt mijn doel voor nu. Je bent veel gezonder gaan leven. Maar het was natuurlijk niet alleen die 50 kilo. Wat absurd veel is. 50 kilo, 1 kilo per week. Maar wat heeft dat nog meer met je gedaan als mens? Als jou? Ik ben niet meer wie ik was. Ik ben weer wie ik
ooit was. Ik ben weer wie ik was voordat ik ging puberen. Ik ben weer ik. Ik ben veranderd door de mensen om me heen. Door de mensen die vonden dat ik vooral alles voor hun moest doen. Ik heb 3 broers die zijn verstandelijk beperkt. Dus het hele verhaal van ik heb geen tijd gaat ook niet op. Je zorgt voor heel veel mensen. Ik zorg voor heel veel mensen, maar dat doe ik met liefde, dat doe ik vanuit mijn hart. En dat vind ik niet erg. Maar die verwachten van mij verder ook niks. Maar mensen die alles van mij verwachten, wat ik voor hun zou doen en ook vonden dat ik voor ze moest doen, omdat ik dat op een of andere manier aan ze verplicht zou zijn. Ik weet nog steeds niet waarom, maar het zou zo zijn. Die ben ik kwijt. En daarmee heb ik heel veel tijd en ruimte gekregen om te zijn wie ik ben, om te ontdekken wie ik ben en erachter gekomen dat ik toch een verdomd leuk wijf ben. Wauw! Dankjewel. 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 Ga lekker zitten. Dankjewel. Ik vond het zo'n mooi verhaal. Ik wil het graag met je delen vandaag. En ik weet dat er heel veel mensen in de zaal zitten die een soortgelijk verhaal hebben. Ik heb mailtjes ontvangen van mensen die zeiden: mag ik alsjeblieft op het podium mijn verhaal delen? En je ziet, het zijn 1 voor 1 mooie verhalen. En dit is ook wat we doen als we 2 dagen de tijd hebben op zo'n middag als vandaag. We zouden de hele middag hiermee kunnen vullen. Helaas hebben we daar niet voldoende tijd voor. Maar het is zo mooi om te zien waartoe je in staat bent. Dat je teruggaat naar wie je echt bent. Wie er echt diep van binnen in jou zit. Want als je op zoek zou zijn naar geluk en jouw mooiste leven, dan kun je dat alleen maar vanuit je eigen kern, vanuit je eigen zijn. Vanuit wie je werkelijk bent. Niet wie je geworden bent. Alle rollen die we spelen, want we spelen veel rollen. Het is dat levensboek, die film waar jij de hoofdrol in speelt. Of speel je een bijrolletje in je eigen film. Totdat je denkt, ik ben de regisseur van mijn eigen leven. Wat ze ook van me zeggen. En het is logisch, het zijn mensen die van je houden, die je niet kwijt willen. En mensen willen niet dat je 50 kilo afvalt. Want ze kennen je zoals je bent. En ze willen je houden zoals je bent. En dit is het probleem als je aan jezelf gaat werken. Als je bewust wordt van jezelf. Dat er meer is. Dat er meer is voor jou. Want geluk is je geboorterecht. Je was het al. Toen je op deze aarde kwam. Ieder kind is volmaakt gelukkig. Totdat grote mensen zich daarmee gaan bemoeien. Totdat je kunt gaan denken. Tot die tijd ben je volmaakt gelukkig. Dus dat geluk zit nog steeds 100% diep in jou. Het enige wat je moet doen is graven. De reden waarom mensen dik worden is ja, omdat ze te veel eten en te weinig bewegen. Maar om zich letterlijk te beschermen voor de buitenwereld. Om een muur om zich heen te bouwen. Om niet meer kwetsbaar te zijn. Emotieeters. Je gaat je anders voordoen dan dat je bent. Omdat je niet meer gekwetst wil worden. Doe het niet. Kijk in de spiegel. Wie zie je? Wie zie je door je eigen ogen? Ga terug naar die kern van jezelf. Ontdek wie je bent. En ontdek dan dat je van die persoon kunt houden. En vanuit die liefde, vanuit jezelf, het licht van je eigen leven, sta je automatisch in je kracht. En ben je tot alles in staat. Alles, alles, alles. Maar het komt niet zomaar. Er is heel veel discipline voor nodig. Een actie. Doorzettingsvermogen. Opoffering. Wat wil je echt? Wat wil je echt is de vraag. Wat wil je echt en waar doe je het uiteindelijk voor? Om een leuk en gelukkig leven te hebben. Wat is leuk? Wat zou je willen doen om je leven leuker te maken? Wat maakt je gelukkig? Geven aan andere mensen, dat is mooi. Geven is mooi. Maar je kunt pas geven als je zelf bezit. Als je geen liefde voor jezelf hebt, kun je geen liefde geven. Kinderen die gebrek hebben aan liefde, is het probleem van de ouders die het zelf niet bezitten. Die het wel willen geven, maar ze hebben het niet. Ik kan je ook geen geld geven als ik het zelf niet heb. Je kunt het wel willen geven aan mensen die het nodig hebben, maar als je zelf geen geld hebt, kun je het niet geven, kun je het niet delen. En zo werkt het ook met geluk. Zo werkt het ook met liefde. Je moet het eerst zelf bezitten voordat je het met anderen kunt delen. Waar doe je het uiteindelijk voor? Ik wilde graag op een boot wonen. En ik heb het gedaan. Ik heb het gerealiseerd. En waarom? Ja, omdat ik voldoende tijd en geld had. Maar wij hadden geen geldboom in de tuin staan. Dit was wat ik voor me zag. Begin met het einde voor ogen. Dit was mijn leven. Een paar jaar lang. Wakker worden, 's ochtends vroeg. Met dolfijnen om je heen. Dit is op de Atlantische Oceaan. Langs de kust van Portugal. En dit was het moment dat ik 3 dagen lang in mijn eentje op zee zat. En ik werd op een ochtend wakker. Met een dolfijn naast me. En ik begon te praten tegen de dolfijn.
En op dat moment realiseerde ik me dat ik 3 dagen lang geen enkele gedachte door mijn hoofd had laten gaan. Niets anders dan de wind en het water en het sturen van mijn scheepje naar het zuiden. En ineens besefte ik me, je kunt dus aan niets denken. En dit werd mijn reis naar, zoals ik het noem, mijn reis naar het niets doen. En ik had een andere droom. Ik wilde bij de radio werken, een concrete droom. En natuurlijk zei iedereen, Mike, ja, dat kan toch helemaal niet. Jij? Daar ben je toch niet goed genoeg voor? Nee. Weet je, zorg nou maar dat je 6 haalt op school. Dan krijg je straks misschien een baan, een goede baan. Dat je de hypotheek kan betalen. Dat je het zonder kleerscheuren kunt overleven totdat je doodgaat. Dat is toch hoe wij worden opgevoed? Dat is toch wat je wordt geleerd op school? Je wordt op school toch niet opgeleid voor succes en geluk en om jezelf te leren kennen, maar om te overleven in dit leven? Ik ben het daar niet mee eens. En daarna bepaal jij wel of het haalbaar is of niet. Ik wilde bij de radio werken. Dit weekend, 25 jaar geleden. Dit is de start van Radio 538. Ik draaide de allereerste plaat, 25 jaar geleden, 11 december. Een paar jaar later werd dat idee, die droom, verkocht voor meer dan 200 miljoen. Alles begint met een gedachte. Er is geen ondernemer begonnen met heel veel geld in zijn achterzak. Elke succesvolle ondernemer is begonnen met niks. Niets anders dan een goed idee. Doorzettingsvermogen. Commitment. Dag en nacht werken. Smart werken. En zoals je misschien ook wel gelezen hebt in mijn boek of een filmpje wat ik wel eens heb laten zien. Het gaat niet altijd goed. Toen ik dacht dat ik de top of the world had bereikt en ik investeerde al mijn geld in de beurs, verloor ik alles en ik had een schuld van 2 miljoen. Ik durfde dat aan niemand te vertellen. Hoe denk je dat het is als je thuis komt? Dat je even tegen je vader zegt, nou pa, het is niet helemaal goed gegaan. Kan ik even wat geld van je lenen? Ik durfde dat aan niemand te vertellen. Het was lastig om het thuis überhaupt al te vertellen. Maar gelukkig kwam ik 1 man tegen in mijn leven. En deze man veranderde de koers van mijn leven. En soms heb je maar 1 iemand nodig die je kan redden. Jouw eigen redder. 1 iemand die je de inspiratie geeft, de kracht, het geloof in jezelf, dat je het kunt. Deze meneer, Dan Peña, zei tegen me, Mike, wat kan ik voor je doen? Zijn letterlijke woorden waren, tell me what you want, and I'll tell you how to get it. En meneer Peña leerde mij hoe je een succes kan maken van jezelf. Zijn vraag was, wat kom je doen? Wat kan ik voor je doen? Ik zeg, nou, ik heb een klein probleem. Ik moet 2 miljoen verdienen om iets met een bank op te lossen. En toen zei hij, waarom 2 miljoen? Waarom geen 5 miljoen? Ik zeg, nou, dat vond ik wel heel veel. Ik vond 2 al heel veel, maar ik vond 5 nog veel meer. Ik zeg, nou, ja, maar waarom eigenlijk ook niet? Hè? Wees eens eerlijk. Als iemand zegt 2, waarom geen 5? Ik zeg, nou ja, 5. Toen zei hij, waarom geen 10? 10 miljoen. Ik zeg, nou, als u in mij gelooft en u denkt dat ik dat kan. Ja, als ik kijk, u woont in een kasteel en u rijdt in een Rolls Royce. U heeft het toch beter gedaan dan ik. Misschien moet ik dan luisteren naar deze wijze man. En toen zei ik, nou, voor 10 miljoen wil ik wel met je meegaan. En toen zei hij, waarom geen 100 miljoen? Ik heb een boek geschreven, Your First 100 Million. En toen zei ik, nee. Daar geloof ik niet in. Dus wij hebben allemaal ons eigen persoonlijke potentieel. Dat waar je in gelooft, kun je waarmaken. Je eigen comfortzone. En je hoeft niet uit je comfortzone te stappen, want dat is eng. Maar je kunt je comfortzone wel oprekken. Oprekken. En een jaar later had ik met 2 andere partners een bedrijf en we deden een omzet van 25 miljoen. Een jaar later. En ik begon met niks. Niets anders dan een heel goed idee. En het geloof in mezelf. En dat kun je ook. Iedereen kan dit. Daarna heb je mensen nodig die je op weg helpen. Experts die je een stappenplan geven. En alles wat ik van Peña heb geleerd en van mijn spirituele leraar heb ik verpakt in al die programma's. Die 12 stappen is een geniaal plan. Alles wat je wil bereiken, kun je daarmee bereiken. Hij leerde het mij. Deze man zorgde echt dat ik mijn leven weer op de rit kreeg. En uiteindelijk, jaren later, na vele, vele valkuilen, vele teleurstellingen, tegenslagen die ik moest overwinnen, was er uiteindelijk een keer een moment om de droom waar te maken. De droom waarmee ik 30 jaar heb rondgelopen. Want ik was 6 jaar. En mijn vader nam me mee naar de Loosdrechtse plassen. Had een klein houten bootje gehuurd. En op die zondagmiddag zeilden we over de Loosdrechtse plassen. En toen ontstond de droom. Iets in jezelf. Grafisch in jezelf. Wat waren die dromen van vroeger? Wat wilde je zo graag?
En dit was voor mij die droom dat ik dacht van, zo wil ik mijn leven gaan leven. En om nogmaals aan te geven, net als dat verhaal over die muziek. Het gaat niet van de een op andere dag. Zeker niet als het over grote dromen gaat. Soms heb je er heel veel tijd voor nodig. Maar ik kon het uiteindelijk waarmaken. En dit was lange tijd mijn leven. En ik was niet zoals Gerda, 120 kilo. Maar ik kwam wel redelijk in de buurt. En dit was in Barcelona. 5 jaar geleden. Vlak voordat ik Cindy tegenkwam. En Cindy zei, jij bent best wel leuk. Iets te veel leuk. Dus misschien moet er iets minder leuk. Want als je iets wil bereiken in je leven, heb je verlangen en noodzaak nodig. En er was verlangen en er was ook noodzaak. De noodzaak was namelijk toen ik ineens in mijn boot lag. Ik kon niet meer lopen, ik kon niks meer bewegen. En kort daarna lag ik in het ziekenhuis en zei de chirurg, meneer Pilarczyk, u beweegt een beetje weinig. Zo te zien, daar moet u wat aan gaan doen. U moet een gezondere leefstijl gaan aannemen. Als je niet over 5 jaar in een rolstoel wil zitten, want ook dat is een significante verandering van je leven, moet je nu wat gaan doen. Moet je actie ondernemen. Discipline. Minder drinken. Meer bewegen. Gezond eten. Meer water drinken. En helder worden van geest. Want volgens mij gaat het niet zo goed met u. En op dat moment heb ik net als Gerda mijn leven veranderd. Op ieder vlak. En dit is ook wat jij kan. Maar je moet beginnen met het einde voor ogen. Je moet beginnen met een heel duidelijk beeld van hoe jij wilt dat het moet worden. Dat is van heel groot belang. Stephen Covey heeft het geschreven in het wereldberoemde boek De 7 eigenschappen van succesvol leiderschap. Je moet weten waar je naartoe wilt. Opnieuw, wat is je bestemming? Wat is je bestemming? Oké. Denk even na over deze vraag. Ik heb hem al een paar keer gesteld vandaag. Wat wil je echt? En ik ga hem je meegeven, de opdracht voor vandaag. Voordat je hier weggaat, neem je een beslissing. Je neemt een beslissing. En het kan iets kleins zijn of iets groots. Iets waarvan je weet dat het de kwaliteit van je leven per direct gaat verbeteren. Iets waarvan je weet, ik kan elke dag misschien beginnen met 10 minuten ademhalingsoefening, meditatie. Ik kan gezonder gaan leven. Ik stop vandaag met roken. Een beslissing voor jezelf. Denk daar vast even over na. Neem die mee. En voordat je de deur uitgaat, heb je die beslissing gemaakt. En je zult zien, net als het verhaal van Gerda, over een paar maanden of over een jaar kun je hier staan en zeg je, die middag, Veenendaal, heb ik besloten. En dit heb ik gedaan. Maar jij moet het doen. Jij moet het zelf doen. Welke beslissing wil je vandaag voor jezelf nemen? Dat is belangrijk. Nog heel even samenvatten. Waarom is energieniveau van belang? Als je een laag energieniveau hebt, ben je heel kwetsbaar voor angsten, onzekerheid en twijfel. En dat is niet wat je wilt. Wat kun je doen om je energieniveau te verhogen? Water drinken, voldoende rust, slapen, gezond eten, mediteren. En ik heb hem net niet genoemd. Ademhalen is van cruciaal belang. We zullen zo direct een kleine ademhalingsoefening doen. Echt legendarisch. Als je dit gaat doen, elke dag gaat je leven al veranderen zonder dat je verder iets hoeft te doen. Dan communicatie. Dit is interessant. Waar speelt dit moment zich nu af? Je kijkt naar mij. Ik ben hier op het podium. Maar waar gebeurt het? Gebeurt het hier? In je hoofd. Het gebeurt in jouw hoofd. Dit is interessant. Waar gebeurt het op dit moment? Hier, maar ook in jou. Interessant. Dus het leven speelt zich af buiten jou, maar ook in jou. En het grootste gedeelte van jouw leven speelt zich niet buiten jou af, maar in jou. Want op dit moment, wie spreken er? Ik praat, maar wie praat er nog meer? De stemmetjes in je hoofd. Dus die discussie in jouw hoofd speelt zich de hele dag af. Waar gaat je energie naartoe? Daar naartoe. Die communicatie in jezelf. Er zijn 2 manieren om te communiceren met andere mensen. Wij kunnen praten. Ik doe iets. Je ziet dat, je luistert. Ik tik een e-mailtje, jij tikt wat terug. En de communicatie in jezelf. Je vindt ergens wat van. Je oordeelt en veroordeelt. Over anderen en over jezelf. En dat brengt ons automatisch bij mindset.
Want er zijn twee soorten mindsets. De op groei gerichte en de statische mindset. Uitgebreid beschreven in Master Your Mindset, het boek dat ik heb geschreven. Mensen die positief in het leven staan, maar ook ontvankelijk zijn en luisteren en denken van oké, twee manieren van luisteren. Ik luister naar wat hij zegt. Ik ben het niet met alles eens. En dat hoeft ook niet, want ik wil je nergens van overtuigen. Je moet ook zeker niet alles wat ik zeg zomaar aannemen. Luister, bestudeer, beoordeel en haal eruit wat waardevol is voor jou. Maar dan luister je ontvankelijk, met een open mind. Je taal is conditionering. Waarom praat iemand uit Limburg anders dan iemand uit Groningen en iemand uit Friesland? Omdat je dat zo geleerd is. Wij zijn allemaal geprogrammeerd, net als een computer, op een bepaalde manier. En hoe is dat besturingssysteem in jou terechtgekomen? Interessante vraag. Wij zijn niet allemaal gelijk. De manier waarop wij denken onderscheidt ons van elkaar. Als mens zijn wij vrijwel gelijk. Je hebt twee van die dingen, weet je, dat is allemaal een beetje hetzelfde. Wat ons onderscheidt is hoe wij denken. Wat wij ergens van vinden. En waar is dat ontstaan? Je conditionering. Dat ontstaat op het moment dat je iets groter bent dan 2, 3, 4 jaar en mensen jou dingen gaan vertellen en jij gaat dingen opslaan. Je gaat dingen lezen. Mensen in je omgeving. En daarom zijn die mensen in je omgeving zo van cruciaal belang. En dat is misschien de reden waarom je hier bent. Want je zit hier omdat je inspiratie wilt of je bent desperate. Je wil geïnspireerd worden, want je wilt verder. Je wilt meer uit jezelf halen. Je eigen maximale potentieel wil je benutten. Of je denkt, ik zie het niet meer zitten. Net zoals ik 20 jaar geleden. Wordt het een trein of een flatgebouw. Ik kap met dit leven. Het heeft geen zin meer. En als dat de gedachten zijn in je hoofd, gaat het niet goed met je. Dan moet je naar iemand toe gaan. Want dan heb je hulp nodig. Je denkwijze, waar is die ontstaan? En het is belangrijk, en dit is een opdracht, als je er echt mee aan de slag wilt. Een opdracht voor jezelf. Hoe denk je? Waarom denk je zo? Ga dat de komende weken eens monitoren voor jezelf. Stel jezelf goede vragen. Je hebt een patroon in je gedachten wat je gedrag is geworden. Dat komt ergens vandaan. Waar is dat ontstaan? Je kunt je eigen besturingssysteem herprogrammeren. Dat kan, als je weet waar je naartoe wilt. Je denkwijze kun je veranderen. Carol Dweck, professor op Stanford, 30 jaar lang onderzoek gedaan naar mindset. Kleine kinderen, oude mensen. En ze kwam erachter dat mindset niet iets is wat je erft. Mindset is je denkwijze. En je denkwijze kun je veranderen. Al is het soms hardnekkig, je kunt het veranderen. Ik was 10 jaar geleden een totaal ander mens. Jij waarschijnlijk ook. Denk daar eens over na. Wat is er gebeurd in de afgelopen 10 jaar? En waar wil je over 10 jaar staan? 9 en 10 maart in Barneveld zijn we ook met zo'n gezelschap 2 dagen achter elkaar. Waarom 2 dagen? Omdat je merkt dat ik veel te vertellen heb. Ik kan 24 uur doorgaan, langer zelfs. En ik doe dat graag, met veel plezier en met liefde. 2 dagen maximum potential. Als je dit 2 dagen met elkaar kunt doen. Stel je eens voor, waarschijnlijk heb je inzichten gekregen vandaag. Dat je dacht van, nog nooit over nagedacht. Of, dat wist ik al lang. Maar nu moet ik er ook iets mee gaan doen. Want weten en niet doen is niet weten, zei Stephen Covey. Je weet hoe je piano moet spelen. Maar als je niet gaat oefenen, komt er geen geluid uit. Ga ermee aan de slag voor jezelf. Ik hoop dat we je mogen zien. In maart, 2 dagen lang, om hier de diepte in te gaan. Met jezelf. Om jezelf beter te leren kennen. Om doorbraken te maken die life-changing zijn. En daar is geen woord van gelogen. Stel je voor, denk erover na, dat alles mogelijk zou zijn. Alle beperkingen zijn even weg. Niet andere mensen die zeggen dat jij het niet kunt, want je kunt het. Als jij erin gelooft. En je schrijft je eigen levensboek. Hoe wil je dan dat het verhaal verloopt? Het is een vraag waar je denk ik de komende dagen, weken, maanden echt heel erg goed over na kunt denken. Ik heb er jaren over nagedacht. Hoe ziet mijn mooiste leven eruit? En het verandert ook, continu. Want denk maar eens terug aan 10 jaar, 20 jaar geleden, hoe je leven er toen uitzag, wat je toen leuk vond. Dat je dacht van, wauw, liefde van mijn leven. 10 jaar later kijk je naast je op die ene zaterdagochtend en je denkt ineens, of dat denk je morgenochtend na dit verhaal, wat was er nou toch 10 jaar geleden zo leuk aan jou?
En dit is de praktijk. Omdat sommige mensen doorgroeien en andere mensen niet. Je stond ooit op een gelijk niveau en daarom vond je elkaar leuk. Er was verbinding. Maar de een is gegroeid en de ander is stil blijven staan. En degene die verder wil, die wil niet achterblijven. En degene die achterblijft, wil niet dat jij verder gaat. Want die wil je niet kwijt. Maar het is een keuze, zoals alles in het leven een keuze is. En dat is nu de vraag. Wat is de keuze die je vandaag maakt? Welke beslissing neem je voor jezelf die de koers van je leven significant kan gaan veranderen? Eén dingetje, hoe klein ook, wat je leven kan veranderen, kan verbeteren, door er vandaag mee te beginnen. Dus de laatste vraag voor vandaag is, welke beslissing neem ik vandaag? Dank jullie wel voor het luisteren. Mijn laatste woorden zijn altijd, leef je mooiste leven.